Hoende de Tour, een onderdeel van LWD 2018, is het project dat een podium biedt aan 30 culturele initiatieven uit heel Friesland. Van opera tot concert, van dans tot toneel, van beeldende kunst tot fotografie. Zondag was de aftrap van het project in de prachtige dorpskerk van Huizum. Tot 15 januari 2017 kunnen combinaties van kerken, verenigingen en kunstenaars zich aanmelden. De projecten kunnen rekenen op begeleiding door Jos T. en Tamara Schoppert en op financiële ondersteuning door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ja, het idee is eigenlijk dat er in kerken heel veel bijzondere verhalen zijn. En dat wij die verhalen op een of andere manier willen verbeelden. Door een combinatie te maken eigenlijk van verhaal, kerk, kunstenaar en gemeenschap. En de gemeenschap denken dan aan verenigingen die actief zijn op allerlei gebieden. Kunstzinnige gebieden. Dat kan een fanfare zijn, het kan een toneelvereniging zijn. Het kan een fotoclub zijn. Alles is mogelijk. Er binnen een heel soort verhaal. Er binnen natuurlijk sjerken bin plakken waar meesken bij elkaar komen. En tussen meesken ontstaan verhalen. Dus die binnen er per definitie al. Dus het kan best eens trietig pareltjes van Lietse verhalen tussen meesken wezen. Maar het kan ik wezen dat er een sjerke zei: god, er zit zo'n bijzondere historie aan uw gebouw. Daar maakt het oorgeen. Dus het kan heel uiteenrennende verhalen wezen. En die binder. Nou, wij hebben een werkgroep gevormd om na te denken hoe kunnen wij nou participeren in dat prachtige project onder de Tour. En we hebben heel veel anekdotes verzameld en uiteindelijk kwamen we uit bij Slauwerhof. Want hij heeft zijn langste gedicht gewijd aan de begrafenis van zijn vader bij onze kerk. En ja, hij is een internationaal vermaarde dichter. Dus die past ook fantastisch bij Cultuur Hoofdstad. En we gaan rond Slauwerhof gaan we allerlei evenementen organiseren. Er is een pilot die in de 10e, en dat wie een heel persoonlijk verhaal van een socialist in hart en nieren, die opeens toch in een kerkensjongen moest. Ja. En op het moment dat het gebeuren zo, kreeg hij geen wut oor zijn lippen, want hij koe het toch net. Ja. Toch dan zien hij te mem. Dat is een heel mooi liedverhaaltje. Ja. Nou, in de Grutte-kerken gaat het dan over de historie en hoe komt het toch dat er 12 schedels binnen van Maria Louise. Dus er zit het wat in een gruttere historische context. Maar er zal ik verhalen wezen van sjerken waar het oer het sjerken zelfs giet. We beginnen in januari 2018 met de grote aftrap in de grote kerk. En dan is het verder is het mogelijk dat we heel 2018, over 2018, die 30 andere projecten gaan verspreiden. Dus eigenlijk is het heel 2018. We hebben ook contact gelegd met Jever. Dat is de hoofdstad van de landkreis Friesland. En men wil graag dat we ook internationaal gaan. Daar hebben wij gezegd, laten we iets zoeken wat ook te behappen is voor mensen om naar Leeuwarden te komen en vice versa. Wat wij eigenlijk doen is dit idee brengen wij nu naar buiten. En het is aan kerken of aan kunstenaars of aan verenigingen om een plan te gaan ontwikkelen. En waar wij voor zorgen, dankzij de ondersteuning van het Prins Bernhard Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, is dat er middelen zijn. Dus er is een helder, en dat is duidelijk ook, bedrag voor elk project. En wij kunnen het ook nog eens ondersteunen. Ik heb van alles ik nog willen. En als het alles besjust als keer 30, dan denk ik nou net aan beginnen. Mm-hmm. Maar die 30 steen, als het goed is, sterk op hunzelf. En dan is het 30 keer 1.